Renovatie Brinkpark niet voor iedereen mooi. De renovatie van het Brinkpark begint serieuze vormen aan te nemen. De bomen zijn verwijderd en er kan zo langzaamaan worden begonnen met graven. De vernieuwing gaat de ondernemers in de buurt niet in de koude kleren zitten. De vraag is of je dit kan overleven, want hier staat een behoorlijk duur pand. Wat elke maand zijn kosten meebrengt. En ik doe het allemaal alleen. Dus ik doe het niet alleen omdat het zo luxe is. Dat je echt heel luxe daarvan kan leven. Ik kan het precies betalen. En dat is voor mij normaal gesproken voldoende. Maar nu ga ik in de min komen. En dat vind ik minder natuurlijk. En hoe lang, ja, ik heb ook natuurlijk net als iedereen met de bank te maken. Hoe lang vindt een bank dat goed? Kijk, een maand is geen probleem. En 2 maanden ook niet, maar 2 jaar. De klandizie is sinds de renovatie aanzienlijk lager. Er is een enkeling die nu gaat zitten. En dat is puur omdat mensen de auto niet kwijt kunnen? Omdat ze de auto niet kwijt kunnen en dat ze de lawaai en het stof niet mooi vinden. En je zit tegen een bouwplaats aan te kijken natuurlijk. Mooi is het niet. En de loop is weggehaald. Dus men komt hier eigenlijk niet. Is dat overleg met u door de gemeente? Ja, overleg. Men heeft wel overleg met me gepleegd. Maar men vindt ook dat je een ondernemer bent en dat je dan toch iets moet proberen. Om de mensen toch deze kant op te krijgen. Daarom heeft de eigenares zelf enkele maatregelen genomen. Ik heb een eigen stukje parkeerplaats gecreëerd. Ik had die grond al, dat was de tuin. En dat heb ik in samenwerking met de gemeente hebben we dat weer aangelegd. Dus dat is eigenlijk weer een prima oplossing voor als mensen hier met de auto naartoe komen. Dan kunnen ze toch weer gratis parkeren. Tegelijkertijd hier wat eten. Ja, dus de gemeente is in ieder geval wel bereid om u een helpende hand te bieden. Ja. Ze weten ook al dat ik ook van de parkeerplaats afhankelijk was natuurlijk. Mensen willen zo dicht mogelijk bij een zaak parkeren. De komende weken maakt men een start met het graafwerk.